We moeten het ook hebben over de loonkloof. Dat is heel belangrijk in deze aflevering. Vrouwen verdienen nog altijd tot 30% minder dan mannen. Er bestaat zoiets als Equal Pay Day op 14 maart. En dat wil zeggen dat vrouwen bijna 12 weken langer moeten werken om evenveel te verdienen per jaar. Dat wil dus zeggen dat jullie een week per maand niet betaald worden. Nu snap ik waarom dat je wel een week per maand zo slecht gezien bent. En het probleem is ook, als een vrouw promotie krijgt, dan zegt direct iedereen, ja, die zal er eigenlijk wel naar boven gepoept hebben. Bij mij hebben ze dat nooit gezegd. Toen ik promotie kreeg, niemand zei dat. Wat ze wel zeiden, daar zullen ze subsidies voor gekregen hebben. Maar ik vind dat trouwens totaal niet erg om mij naar boven te poepen. Moest ik maar naar boven kunnen poepen. Ik was CEO van Proximus en Coca-Cola tegelijkertijd, hè, jongens. Als vrouwen beschreven worden, wordt daar ook altijd nog een nutteloos woord voor gezet. Ze zeggen nooit, dit is een nieuwe wereldkampioene wielrennen. Nee, dat is altijd, deze knappe verschijning is de nieuwe kampioene wielrennen. Of deze bevallige dame is het nieuwe VTM-gezicht. Dat doen ze bij mannen nooit. Je hoort nooit, deze mottige klitskop is de nieuwe CEO van Belfius. Er is nog altijd veel seksisme, ook in de media. Vrouwen krijgen in interviews altijd andere vragen dan mannen. En ook van die vragen, dat is altijd zo van... Wat sla je nooit over in je beautyritueel? Dat is een vraag die ik nog nooit gekregen heb. Ik heb er wel over nagedacht. Wat ik nooit oversla in mijn beautyritueel, dat is tanden poetsen. Want dat is namelijk heel mijn beautyritueel. En vrouwen hebben het op veel vlakken nog altijd moeilijker dan mannen. Om een voorbeeld te geven... Een vrouw die op een week tijd met 6 mannen naar bed gaat, dat is een hoer. Maar een man die op een week tijd met 6 vrouwen naar bed gaat, dat is een held. En een man die met 6 vrouwen op verlof gaat en met niemand naar bed gaat, die is dik teleurgesteld. Ja, maar ze zeggen altijd dat vrouwen vallen op mannen met humor, hè? Maar als je mijn kop hebt, dan moet de godverdomme niet al grappig zijn. Hè? Als je meer van Taboe wilt zien, dan moet je naar VRT Nu. Dan moet je gewoon hier klikken. Ja, hier. Doe maar rustig, ik heb tijd.